Ik woon al 30 jaar in Nederland. Ik ben dus een oudkomer. Maar vandaag ben ik ook met een nieuwkomer. Maida, je gaat voor het eerst dit jaar stemmen in Nederland. Hoe is het voor jou? Ik ben blij en enthousiast. Ik mag de eerste keer gaan stemmen. Ik voel vrijheid. Ik ga de eerste keer stemmen. Want je hebt nooit in Syrië vrij mogen stemmen? Ik heb daar gestemd, maar we hebben alleen eenheidspartij. Maar hier in Nederland heb je dus heel veel partijen. Hoe weet je welke partij bij jou past? Je kunt alles googlen. Je kunt de programma's van elke partij doorlezen op internet. Ik heb ook een tip die ik heb dat gedaan. Je kunt een vragenlijst die op de website staat beantwoorden. En je kunt weten welke partij bij jou past. Ja. Volgens mij, ik heb dat gedaan. Mijn mening staat links in progressief. En je bent uitgekomen op D66? Ja. Ik vind het kansen creëren heel belangrijk voor nieuwkomers. De nieuwkomers hebben stages in werken nodig om hun werkervaring te kunnen aantonen. De belangrijke onderwerp of volgens mij is onderwijs. Omdat het onderwijs de basis is voor alles in het leven. Ik wens je heel veel succes en vooral veel plezier op 15, 16 of 17 maart. Ja, dank u wel. En ik wens voor Nederland de best voor de toekomst. Dus allemaal vanaf 15 maart met je stempas mee, je ID-bewijs mee en ga naar de stembus en stemmen. Wij wachten op jouw stem bij D66.